Wij hebben mannen nodig. De mannen hebben de wereld gemaakt. Wij hebben ze nodig. We zijn niks zonder man. Ik denk dat het feminisme voor mij nu in doorslaat als het gaat om dat vrouwen echt gezien willen worden als een man. Nou, ik vind het feminisme meer een beweging die mannen en vrouwen gelijk stelt. En ik denk dat dat gewoon niet zo is. Ik ben een independent woman. Ik kan alles aan. Ik heb geen man nodig. En nu denk ik echt van, jawel, ik heb wel een man nodig. In Meiden van Traditie volgen we jonge, conservatieve vrouwen die tegen de stroom in kiezen voor een leven als huisvrouw. De uitgesproken Zeynep uit Nijmegen is Turks, maar werd geboren in Irak. Ze was 3 jaar toen ze met haar ouders en broer en zus uit Irak naar Nederland kwam. Als je hier binnenkomt, dan ruikt het ook een andere geur dan dat je bij de Lidl bent. Niet? Ze gaat boodschappen doen voor het avondeten in een Midden-Oosterse supermarkt die haar doet terugdenken aan vroeger. En dan vooral aan de thee van haar vader. Dat weet ik heel goed. Ik en mijn zus moesten dat altijd maken. En als dat dan niet goed was, dus als we het verkeerd hadden gedaan, nou, dan werd die kwaad. De traditionele waardes, dat heb ik wel voornamelijk uit mijn cultuur. En ook de vrouw-manverdeling. Vooral het respectgedeelte. Dat je echt respect moet hebben voor de man. Nee, ik heb hem niet gevonden. Maar ik denk dat 7 kruiden, dit is gewoon goed. Ik ben hier wel opgegroeid. Heel veel Nederlandse vrienden, Nederlandse school, collega's, Nederlandse ex, kind. Je voelt je gewoon Nederlands. Maar dat, die cultuur die blijft toch wel altijd in je zitten. Toen ik wat jonger was, toen stoorde ik me best wel aan de normen en waarden die mijn ouders aan mij wilden doorgeven. Ik denk, ja, maar dat past niet bij Nederland en dat hoort niet. Wij doen het hier heel anders. Naarmate ik ouder word en nu ik zelf een kind heb, waardeer ik het zo erg dat ik het wel heb meegekregen, die kleine dingen. Dat je gewoon altijd respect moet hebben voor de vader en voor de broer. Waren er verschillen tussen je broertje en jou? Jazeker, ja. Als dag en nacht. Wij moesten dan bijvoorbeeld zijn kamer opruimen, want hij was een man en hij hoeft dat niet te doen. Als hij eten wilde, dan moesten wij dat opwarmen, want hij is de man en hij hoeft dat niet te doen. Alles moest gevraagd worden aan hem ook. Vind ik best wel ver gaan. Ja, vind je dat? Ja, ik vind dat niet. Dat was gewoon normaal bij ons. Ja, dankjewel, beslemmen. Doei, doei. We zijn klaar. Hoe kan het dat zoveel jonge vrouwen in deze tijden van emancipatie en gelijkheid terugverlangen naar een traditionele verhouding tussen man en vrouw? Wat ik heb geleerd is dat feministen gewoon willen dat ze hetzelfde kunnen en zijn als een man. Dus daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het feminisme voor mij nu in doorslaat als het gaat om dat vrouwen echt gezien willen worden als een man. Het feminisme strijdt voor de emancipatie van de vrouw. Eerst ging dat vooral over basale rechten voor de vrouw, zoals het stemrecht en later economische onafhankelijkheid. Die feministische golf kwam natuurlijk niet voor niks. Er waren heel veel mensen die zich juist, vrouwen die zich wilden bevrijden van het aanrecht, die meer wil. Zie je daar dit ook de waarde van in? Ik vind het prima dat mensen nu meer kunnen, hè, dat vrouwen meer mogen. Of dat ze stemrecht hebben, of dat ze, nou, in principe kunnen ze elke positie bekleden inmiddels die een man ook kan bekleden. Dus dat vind ik wel positief, maar ik denk wel dat we daar ook weer in zijn doorgeslagen dat het van vrouwen wordt verwacht dat ze dat dan ook doen. Ik ben een independent woman, ik kan alles aan, ik heb geen man nodig. En nu denk ik echt van, jawel, ik heb wel een man nodig. Ik zou het heel fijn vinden om een man te hebben die me kan ondersteunen met bepaalde dingen. Bijvoorbeeld video's van Jordan Peterson. En hij legt dat ook veel beter uit. Men on average experience more negative emotion than men. So 75% of divorces are initiated by women. And women are more unhappy than men. And so they're more prone to depression and they're more prone to anxiety disorders. En hij heeft ook interview met vrouwen die heel succesvol zijn geworden, die geen kinderen hebben, die niet hebben gekozen voor marriage. Maar in the end, they end up miserable. Waarom gelijke rechten? Ik bedoel, een vrouw die het recht heeft om te stemmen, waar hebben we het over? Ja. Ja, maar het is natuurlijk gewoon ook een tijd lang niet geweest. Hè? Ja, dat is wel waar. Dus het is fijn dat de feministen bestaan, inderdaad. De man speelt een centrale rol in het leven van de meiden van traditie. Rinske weet wat een man wil en waar hij naar op zoek is. Mannen kijken naar vrouwen op een andere manier dan vrouwen naar mannen kijken. Ik ben nu ook steeds meer mannen aan het begrijpen waarom ze zo denken. En een van de dingen wat voor een man ook heel erg belangrijk is, is aantrekkingskracht naar een vrouw. Seksuele aantrekkingskracht ook. Ik vind het wel belangrijk dat de seks gewoon goed is en dat ik aangetrokken ben tot haar. En soms kunnen we dat niet begrijpen als vrouwen zijn, want wij kijken
meer naar het innerlijk of wat een man kan doen. Maar mannen kijken ook meer naar het uiterlijk. En daar moeten we zeker ook rekening mee houden. Voor sommige vrouwen is dat gewoon best wel heftig om zoiets te horen. Maar het is gewoon nou eenmaal zo biologisch bepaald. Ik kijk voornamelijk op YouTube. Ik volg heel veel mannen die hierover uitspreken. Ook op Instagram. Dus ik volg een aantal masculinity coaches, ook vanuit het geloof. Keep me coming back for more. Baby, you're all I want. Voornamelijk wat mij zelf heel erg die rust gaf, was dat de mannen online die daar meer traditioneel in staan, dat ze ook echt zeggen van hé, ik hou ervan om voor mijn vrouw te zorgen, om voor haar te providen, zodat zij thuis het systeem op kan zetten en voor mijn kinderen kan zorgen. Als wij een stap achteruit nemen en echt voor de kids zorgen, dat ook oké is. Oeh, nou, even zo jongens. We hebben mannen nodig. De mannen hebben de wereld gemaakt. Wij hebben ze nodig. We zijn niks zonder man. Dus ik zou niet zeggen dat vrouwen per se betere leiders zouden zijn, omdat er mannen zijn in de geschiedenis die er een potje van hebben gemaakt. Waarom wil je nou zo hard laten zien dat je... Dat komt toch ergens vandaan, denk ik dan? Mannen zijn gewoon beter in bepaalde dingen, andere dingen. En dat heb ik ook gewoon moeten accepteren. En als je dat eenmaal accepteert, voelt het ook heel rustgevend. Nee, mijn moeder zei altijd, het is heel mooi als je... Dat er stemrecht bijvoorbeeld is, maar jij blijft ook gewoon lekker afhankelijk van een man die goed voor je zorgt. En ja, zorg gewoon voor dat je een goede, lieve man hebt die ook van God houdt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Thuisblijfmoeder Astrid trouwde op haar 18e met de liefde van haar leven. En al een jaar later kregen ze hun eerste kindje. Daarin ben ik zeg maar ook wel, denk ik, eerder getrouwd dan normaal gesproken. Omdat ik er ook in geloofde om geen seks voor het huwelijk bijvoorbeeld te hebben. En nou ja, als je dan 2 jaar elkaar herkent en de aantrekkingskracht is, dan is het soms verstandig om dan ook gewoon op tijd te trouwen, zeg maar. We hebben voor deze rolverdeling gekozen omdat het voor ons heel goed was. En hij had natuurlijk ook al een betaalde baan. En daarbij vind ik ook dat mannen eigenlijk gewoon financieel voor hun gezin moeten kunnen zorgen. Ik denk dat je wel ook moet overgeven aan het feit dat dat vertrouwen hebben dat hij ook echt voorziet financieel. Dus dat je daarin overgeeft en ook dat hij wel het leiderschap in dit huis heeft. En dat wij als gezin daar wat inspraak in hebben. Maar uiteindelijk moet iemand het schip sturen en dat is de kapitein. Ja. Kook je vaak Turks? Ja, tagine. Dat is niet Turks, Marokkaans. Maar het is heel gezond, heel veel groenten. En de rolverdeling vroeger bij je ouders thuis, hoe was dat? Oh ja, de man is gewoon de baas, hè? En de vrouw die luistert. Maar op werkgebied was dat niet zo. Dus mijn moeder die werkte wel gewoon. En toen wist ik al van oké, het cultuur vind ik mooi. Maar dat stukje, dat wil ik niet. Mijn moeder is niet het voorbeeld van wat ik... Hoe ik het voor me zie. Zij is iemand die voor haar carrière is gegaan. Tot de dag van vandaag. Als ik mijn moeder vraag, kun je oppassen op de kleine? Dan is het, ik ben aan het werk. En wat zegt ze dan tegen jou? Je moet zelfstandig zijn, je moet onafhankelijk zijn. Je moet altijd een backup hebben. Financieel onafhankelijk van je man moeten zijn. Want ooit... Het is zo bangmakerij. Waarom doen we dat? Ik weet nog met mijn zwangerschap. Toen had ik zin in satéstokjes. En toen herinnerde ik me een stuk uit mijn jeugd. Dat ik dat altijd na schooltijd pakte ik dat. En dan ging ik dat maken. Want er was geen eten natuurlijk. Mijn mama die was niet thuis. En toen was ik zwanger. En toen at ik. En ik begon keihard te huilen. Ik schrok er zelf ook van. Want ik denk, waarom huil ik nou? En mijn ex toen zei van, wat doe jij nou? Wat ben jij nou aan het doen? Ik zei, ik moet natuurlijk zo'n theestokjes. Ik zat het zo uit te leggen. Die smaak kwam me zo bekend voor. En bracht me helemaal terug in de tijd. Toen dacht ik ook van, ik wil echt niet dat mijn kind zo'n theestokjes loopt te eten naar school. Die gaat gewoon goed eten als hij thuis komt. Vind je dat wel eens moeilijk als je het met hem oneens bent? Nou, we zijn het regelmatig wel eens oneens. En dan ventileer ik dat ook wel. Nou, en op een gegeven moment weet ik gewoon van oké, hij weet mijn standpunt. En daarin vertrouw ik erop dat hij met mijn standpunt in zijn achterhoofd de juiste beslissing maakt. En soms denk ik nog steeds, had ik zelf niet zo gedaan. En dan denk ik, daar komen dan hopelijk aldoende achter. Maar ja, soms heeft hij ook gewoon helemaal gelijk. En dan denk ik, toch wel jammer. Ja, om mijn tong bijten, dat moet regelmatig. Wij geloven erin dat God staat aan het hoofd en dan staat Jezus aan het hoofd van de kerk en de man staat aan het hoofd van het gezin. Ik heb niet het idee dat mijn identiteit eraan verlies, maar ik heb wel het idee dat mijn identiteit daardoor groeit. Dus
Astrid is al haar hele leven overtuigd christen en helemaal thuis in de traditionele rolverdeling. Voor Rinske is het allemaal nog nieuw. Tot voor kort leefde ze een zelfstandig spiritueel leven op Bali, maar nu is ze bekeerd tot het christendom. I want to thank you so much in Jesus' name. Amen. Woo! In Nederland gaat Rinske naar de hippe Amsterdam City Church. Na een jarenlange zoektocht naar houvast heeft ze daar eindelijk rust gevonden. Ik was voornamelijk heel erg zoekende naar mezelf, wie ik was als persoon. Daarnaast had ik ook te horen gekregen dat ik spastisch darmsyndroom had. Ik had ook best wel lang last van angstaanvallen, paniekaanvallen, echt voor 2 jaar lang. Dus ik ging naar plekken toe en ik wist al van oké, hoeveel toiletten zijn hier? Ik was altijd zo bang om last te krijgen van mijn buik. En dat is zo vervelend. En ik zag het leven gewoon echt niet meer zitten. Toen ben ik in contact gekomen met New Age. Dus crystals, self-help, self-love. Wat ik merkte met New Age is dat je constant iets nodig hebt. Dus ik was constant bezig om mezelf te helpen, om van mezelf te houden. En ik dacht dat dat de oplossing was om een beter leven te leiden. Maar geleidelijk merkte ik dat ik steeds meer nodig had. Steeds meer yoga-sessies. Steeds meer nieuwe dingen, zoals ook mushroom journeys. Maar onbewust graafde ik nog een dieper gat. Waarin ik nog steeds die leegte ervaarde. Rinske heeft een zware tijd achter de rug. En ze is niet de enige. Het aantal jonge vrouwen met ernstige burn-out klachten is gestegen van 25% in 2020 naar 29% vorig jaar. Ja, ik heb best wel veel mentale klachten gehad. Ja, ook echt in een burn-out geraakt. Ook wel in een depressie. Heel negatief ook zelfbeeld. En het had ook allemaal te maken met werk. En ook de pressure die ik van mezelf heel erg verwachtte. Ik verwachtte heel veel van mezelf. Een goede baan. Ook toen de tijd, toen ik wat meer naar het feminisme leunde. Gewoon echt die independency. Maar dat heeft me wel echt van binnen kapot gemaakt. Er zijn heel veel vrouwen die echt mentaal niet oké zijn. Tegen een burn-out aanlopen. Voelen dat ze tekort komen in hun opvoeding. Maar ook tekort komen op werk. Want het hoeft helemaal niet zo. Herken je dat? Ja, ik herken dat, ja. Ik wil daar niet heel veel over kwijt, natuurlijk. Dat gaat wel heel privé. Maar dat is, het is geen doen. Het is eigenlijk best wel zwaar voor je. Ja. Ja, ik denk dat van mannen in het algemeen minder wordt verwacht dan van vrouwen. Omdat vrouwen vroeger dus wat meer in het huishouden met de kinderen bezig waren. Maar dat daarvan nu ook nog wordt verwacht dat ze ook nog wel dit kunnen doen. Of de financiën doen. En werken. En voor de ouders zorgen. En mantelzorg zijn voor die. En dat eigenlijk van de meeste mannen alleen maar verwacht wordt dat ze hun 9-tot-5 baan houden. En dat ze dan kunnen aanschuiven aan tafel en lekker chillen de rest van de avond. Ja. Heerlijk. Voetbal kijken. Het is ook wel echt een onzekerheid van mij dat ik echt denk van ik moet zoveel informatie opdoen. Want ik wil het zo goed doen. Ik persoonlijk nu bid heel erg naar God en dan vraag ik ook echt van laat me alsjeblieft zien wat ik moet doen en leid me door dit proces. En dat geeft ook zoveel meer rust. Omdat je niet het gevoel hebt dat je het allemaal zelf moet doen. Ik was een vrouw die heel erg stond voor vrijheid. Ik kan alles doen wat ik wil. Maar ik merkte dat ik ook bijvoorbeeld in relaties zat en dat ik heel erg die controle wilde hebben als vrouw zijnde. Dus dat ik echt de schoenen aan had en dat ik dat ook wilde zijn. Voor veel van de meiden is de overgave aan de man een uitkomst geweest in hun zoektocht naar mentale rust. En het heeft me ook heel veel rust gegeven. En gewoon echt gekeken, oké, van God heeft ons gecreëerd, de man en de vrouw. Hoe heeft hij ons gecreëerd en wat zijn onze specifieke rollen? Want we zijn gewoon gelijk onder zijn ogen. Alleen heeft wel gewoon een bepaalde rol aan ons gegeven. Zodat we echt onze volledige potentie, vanuit onze volledige potentie kunnen leven. De komende weken in Meiden van Traditie. Ik begrijp dat. Of als wij naar een feestje gaan en hij zegt, oeh, die rok is iets te kort, schat. Prima, dan trek ik wel een andere rok aan. Soms denk ik wel van, oeh, ik hoop dat je nu weer echt helemaal ingaat. Daar ben ik dan soms wel bang voor, omdat je gewoon zo erg in iets stort. Ja. Weet je dat er misschien wel heel veel mannen zijn die er juist zo in staan. Ja, en dat heb ik wel tegen jou gezegd. En schrikken van vrouwen zoals jou.